man die heel veel ervaring heeft als het op jureren aankomt. Ook een vaste waarde bij onze verkiezingen Miss Wellness Beauty. Jullie kennen hem ongetwijfeld ook van het dansprogramma Sterren op de Dansvloer. Een professioneel ballroomdanser en zaakvoerder van Dansstudio 123. Dames en heren, Davy Bocatus. Goedenavond. Dan het volgende jurylid. Zij stond in 2017 al een keertje op het podium van deze verkiezing. Ze werd toen gekroond tot Miss Wellness Beauty 2017 en mocht dus 1 jaar lang die ambassadrice zijn voor de wellness- en beautysector. Ze heeft trouwens haar eigen zaak, Botte Beauty en Nails in Eken. En zij kan uiteraard als geen andere uit ervaring deze dames beoordelen. Graag jullie applaus voor Jody de Rijke. En we hebben nog charmant gezelschap in onze jury. We hebben het al heel veel gehad over huidverbetering met onze finalisten. Wel, gelukkig dat we in onze jury ook de specialist in huidverbetering hebben. Dat hebben onze finalisten trouwens al mogen ontdekken tijdens beauty workshops van Utsukuzi. Dat is, zoals ik zei, de specialist in huidverbetering. In België zijn zij ook exclusief verdeler van het merk zelf. Het volgende jurylid is dus ook zaakvoerder van B-Professional Willebroek, de place to be, dus als het gaat om huidverbetering en Utsukuzi. Een fantastisch prijzenpakket heeft hij ook voor de dames in petto. Dus graag een gigantisch groot applaus voor de heer Bart van Halle. En jullie hebben misschien al gezien, dames en heren, dat Christine, de ambassadrice van vorig jaar, prachtige juwelen draagt. Wel, die komen van XCLSV Jewelry by Vos. En dat is een eigen juwelenlijn van Vos & Co. Een collectie handgemaakte juwelen met diamant, kleurstenen en parels. En de volgende dame is ook zaakvoorster van Vos & Co. En ze is hoofdpartner van deze verkiezing. Graag jullie applaus voor Karin Vossen. En dan iemand die eigenlijk ook wel heel veel ervaring heeft, want ze stond zelf op het podium van Miss Wellness Beauty en dat dikke 3 jaar geleden als eerste eredame 2016. Een dame die ook heel wat ervaring heeft als het neerkomt op de sector, want zo was ze zelf schoonheidsspecialiste op cruiseschepen, een trendster voor internationale cosmetica merken en ondertussen 4 jaar zaakvoerster van de Skin & Hair Clinic. Dat is een paramedisch schoonheidssalon te Jabbeke. Dames en heren, graag uw applaus voor Anne-Sophie Kari. En natuurlijk mag de pers niet ontbreken op een avond als vandaag. We zijn blij dat de pers dan ook goed vertegenwoordigd is. We Love Misses is natuurlijk een van de meest bezochte websites wat misverkiezingen betreft. En zij zorgen vandaag ook voor de live captatie van deze misverkiezing. Dames en heren, in onze jury zit Paula Koevers. En dan stellen we graag onze laatste jurylid van vanavond aan u voor. Iemand die u straks na de verkiezing nog zal zien. Want inderdaad, deze toffe DJ is al jaar en dag ook een vaste partner van Miss Wellness Beauty. Hij draait in heel wat trendy clubs en op evenementen binnenland, buitenland. En als Hasselse ben ik natuurlijk zeer trots om te zeggen dat we hem deze zomer zullen terugvinden op de geweldige pop-up Beetje Standbaar Club van de Versus Ipanema. Dames en heren, graag uw applaus voor Micha Moors. Voilà, deze mensen hebben dus de taak om nog wat punten toe te kennen. Davy, kom toch heel even bij jou. Doe je dan nog altijd graag juryvoorzitter zijn of zorgt dat toch voor extra spanning op zo'n avond als vandaag? Ja, wat is dat nu over een vraag? Doe je dat nog graag? Dan maak je niet de verplaatsing van Antwerpen naar Oostende om iets niet graag te doen. Hè? Nee, ik vind het ook altijd bewonderenswaardig dat de meisjes er volop voor gaan. En ik moet zeggen, ook dit jaar, de kwaliteit van de meisjes is echt wel heel goed. Ze zijn verbaal sterk, wat toch wel belangrijk is als ambassadrice voor Miss Wellness Beauty. En ja, ieder heeft zo zijn eigen domein. Dat maakt het natuurlijk heel divers, is gelijk aan.
heel uitdagend en ook voor ons heel spannend als jury. Want uiteraard, dit is voor ons een momentopname. Wij hebben de meisjes niet het ganse jaar bereikt. Dus wij gaan proberen eigenlijk vanuit onze expertise hier ja, de beste kandidaten mee naar voren te schuiven. Ja, wat vind jij persoonlijk belangrijk dat het deze ambassadrice moet hebben? Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat een ambassadrice, zeker voor de Miss Wellness, ook weet waar het over gaat. Het moet niet allemaal 100% expertise zijn. Je kan je ook voorbereiden, zeker als je naar een evenement moet gaan, wat niet helemaal in je expertisevak zit. Je kan nooit alles weten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je met twee voeten in het vak staat. En natuurlijk, het is een leerschool. Je komt op heel veel nieuwe plaatsen, je ontmoet heel veel nieuwe mensen. En het kan voor sommigen inderdaad een kleine wending geven aan hun carrière. Of al was het maar om ja, iets bij te leren. Sociale vaardigheden, verbale vaardigheden of connecties. Want zoals we dat allemaal wel een beetje weten, ook veronderstel ik de mensen in de zaal. Als je een zaak wenst te doen, ja, een goede agenda en goede connecties kan toch vaak toch wel een beetje helpen in het professionele leven. Netwerken, inderdaad. Nu, een aantal punten zijn al binnen, zijn al bekend. Zoals die van de sms'jes en ook die van het examen. Kan je ons misschien al een tipje van de sluier geven? Laten we zeggen, wie staat er momenteel in de top 5? Mag je dat al zeggen? Ja, ik heb hier twee lijstjes gekregen van de organisatie. Ja. Dus ik ga ervan uit dat ik hier de eerste lijst af mag gaan. En dat is dan, als ik mij niet vergis, voor de sms-voting. Deze lijst is me bezorgd en de uitslag is als volgt. De top 5 van de sms-voting. Op de 5e plaats vinden we kandidaat nummer 12, June. Op de 4e plaats kandidaat nummer 4, Gianni. Op de 3e plaats van de sms-voting vinden we kandidaat nummer 17, Valerie. Op de 2e plaats voor de sms-voting, en natuurlijk nu wordt het spannend, de 2e plaats gaat naar kandidaat nummer 3, Veronique. En winnaars van de sms-voting. Eerste plaats gaat naar kandidaat nummer 9, Lisa. Dat wat betreft de sms'jes, dit zijn de 10% van het totale puntentotaal. Maar we hebben dus ook nog een top 5 van het examen. Ja, dat klopt. En we hebben een zeer spannende eindresultaten gekend hier. Ja, zeer, zeer spannend moet ik zeggen. Want op de 5e plaats zijn er 3 dames die een zeer hoge score hadden. Meer dan hoogste onderscheiding, 9 op 10 voor deze 3 dames. Dus de gedeelde 5e plaats gaat naar Laura, June en Valerie. Ja. En zoals ik daar straks al zei, de dames weten echt wel waar het over gaat. Dat kan je dus ook merken aan het examen. Want zo is het mij laten vertellen dat de scores nog nooit zo hoog zijn geweest. Want op de 3e plaats, ook een ex-aequo, met maar liefst een score van 9,5 op 10. En een ex-aequo voor 2 dames. Veronique en Lindsay. En een unicum. Ook op de 1e plaats hebben we een ex-aequo. En deze dames behaalden maar liefst de voltallige score van 10 op 10. En de 2 dames die daarin slaagden, van harte proficiat, Anneleen en Nina. Fantastisch, fantastisch. Nu, dames en heren, het comité, maar vanavond ook de jury, kan die score die we op dit moment horen natuurlijk nog helemaal doen veranderen, want zowel de sms'jes als het examen tellen mee voor ieder 10%. Dus we hebben nog 80% uit te delen. Ja, alles kan nog veranderen.